Yo, yo, het is je boy Easy Man. Jullie kijken weer vandaag naar een gloednieuwe aflevering. Ik ben hier in Rotterdam-Oost. Ik ben met de oude buurtgenoot. Hij heeft in zijn carrière heel veel dingetjes meegemaakt. Onder andere bij Real Madrid gespeeld. En oftewel met boys zoals Cristiano Ronaldo en Raúl. Ik heb het over niemand minder dan... Enige rechte Royce van Drenthe. Je weet het zelf, we zijn er gewoon, man. Met jou, ja, maar lekker, man. Zeker. Ja, we zijn samen opgegroeid in Rotterdam-West. Klopt. Opeens moest je verhuizen, je komt hier terecht. Ja, kan je me niet een beetje vertellen hoe het hier zo is? Het was een hele simpele kwestie. Ik vertrok op mijn 12e. Mijn moeder wou graag wat rustiger gaan wonen. Wij wonen natuurlijk Hartje Centrum. Ja. Westkruiskade, Maudestraat. En toen zijn we verhuizen naar de Prinsenlaan. En ja, op het moment dat je wordt geassocieerd, zeg maar, vanaf... geassocieerd met Oost, vanaf Schenkel tot eigenlijk... De eindhalt is hier. Je komt eigenlijk wel in elke buurt terecht. En zeker als, de bal naar voren komt. Toen de tijd kon je overal voetballen. Op elk pleintje kon je een beetje voetballen. Grote jongens als Edgar Davids, Vanenburg, Robin van Persie. Die waren ook op de pleintjes te vinden. En dan werd er gewoon 5-5 gespeeld. Maar we gaan niet alleen maar praten over je carrière. We gaan ook wat challenges doen. En vandaag beginnen we natuurlijk gelijk met de eerste challenge. Ja, het is niet helemaal een challenge. Maar we gaan wel een skill remix eruit gooien. Dus ik wil even kijken of je nog die techniek in je voeten hebt. Ik moet zeggen, we gaan kijken. Zoveel trucjes hebben we niet. Maar we gaan gewoon even kijken wat we in de mix kunnen doen. Lekker, man. Lekker, man. Met Royce in Drenthe en er komt nog veel meer. Bra! Zo! Hij liep! Dan breng je een probleem, man. Fire questions! Ja. Oké, Royce, we zijn aangekomen bij de fire questions. Ik heb hier een aantal vragen voor jou en jij moet zo snel mogelijk reageren, ja? Oké, de eerste: Rotti of Nassi? Rotti. Broederliefde of SBMG? Broederliefde. Serxes, DZB of Neptunus? Neptunus. Excelsior of Feyenoord? Feyenoord. Voetbal in Premier League of Primera Division? Premier League. Voetbal in Turkije of Rusland? Turkije. Hoeveel nachtmerries heb je gehad van die fake shot van Muslera? Geen één. Winnen van Barça of winnen van Ajax? Winnen van Barça. Mohamed Rai of Halil Dervişoğlu? Mohamed Rai. Robinho of Ronaldo? Robinho. Trezeguet of Raúl? Raúl. Steven Pienaar of Wesley Sneijder? Steven Pienaar. David Moyes of José Mourinho? José Mourinho. Vissaatje pakken met Robinho of Sergio Ramos? Met Robinho. Welke profvoetballer was jij vroeger op het pleintje? Edgar Davids. Wat was je geworden als je geen professionele voetballer zou zijn? Oh, moeilijke vraag. Pas. Beste speler met wie je hebt gespeeld? Cristiano Ronaldo. Slechtste speler met wie je hebt gespeeld? Fernando Gago. Lastige tegenstander? Dani Alves. Je mooiste goal in je carrière? Afstandsschot contra Sevilla. Zo,
Zo, maar hoe was die? Kan je die doelpunt even omschrijven? Want dat was wel een doelpunt, man. Ja, wat ik tegen je kan zeggen, ik was daar 20 jaar oud. Ik denk dat de zenuwen nog tot aan mijn tenen over het gehele lichaam aan het stromen waren. Je stond basis die wedstrijd. Ze hadden op dat moment al uitgespeeld bij Sevilla, dus we stonden al achter. Ja, op dat moment maak je zo'n 1-1. En het was zo ver dat ik niet eens kon zien of die bal nou erin was of niet. Ik zag Raúl zijn hand omhoog doen, Van Nistelrooy zijn hand omhoog doen. Palop zag ik de bal onderhand weer uit het goal slaan. Maar op een gegeven moment zag ik de scheidsrechter die kant op wijzen. Toen wist ik van, hé, broer, je hebt serieus al een berengoal gemaakt hier in de stad. Ja, hoogtepunt van je carrière? Everton. Fake shot of panna? Fake shot. 2 assist of een doelpunt? 2 assist. Carrière eindigen bij? Met mijn moeder. Aan wie heb je de meest vervelende panna gegeven en wie voelt hem nog steeds? Zo, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ik ga er zo meteen op terugkomen. Ik heb wel een paar enge gegeven. Zeker op training. Oké, okay, nice man. Ja, van wie heb je de meest smerige panna ontvangen? Zo, van wie heb ik de meest smerige panna ontvangen? Ja, het waren meestal rondo panna's, weet je toch? Was het? Ja, ja, ja. Maar ik ken even niet. Vorig jaar heb ik wel een enge gekregen, volgens mij. Volgens mij was het van Nordin Bukhari. Die deed met een rondo. Smerig, soort slangerige-achtige dingen. Ja, maar dit waren die fire questions, man. Je hebt het overleefd. Vorig jaar van Nordin Bukhari op de trainingen. Je hebt het overleefd. Je hebt het overleefd. Lekker, lekker. Oké, we zijn aangekomen bij de eerste challenge. En dat is natuurlijk de panna challenge. Royston, ben je ready? Ready, steady. Oké. De regels zijn... Panna is 2 doelpunten, we spelen 3 minuten en een doelpunt is een doelpunt. Ja? Geen probleem, maar ik ben benieuwd, man. Oké, 3, 2, 1, go! Ai! Zeker. Ja man, zoals je hebt gezien,
Royce de Drenthe heeft de eerste challenge gewonnen. Love en respect, dit is wat we doen. Bang, bang. Opa, opa, opa. Woe! Ja, ja, we lopen hier door de wijk. Ja, hoe heb je, je hebt overal een beetje gevoetbald, maar hoe kan je me een beetje vertellen hoe je hier zo zeg maar hebt gevoetbald? Ja, een beetje de aardsrivaliteit, begrijp je? We kwamen altijd wel terecht in Zevenkamp. Of ik nou in West woonde of in Oost. Hier waren altijd leuke partijtjes. Je had hier hele goede straatvoetballers zoals Feyenoord rondlopen. Wie had er nog meer? Ja, kan even. Je had Emero ook nog lopen, maar het was altijd een challenge om deze kant op te komen. Dus vandaar dat ik zeg maar het altijd leuk vond om in Zevenkamp te komen straatvoetballen. Dus ik ben ook blij met wat er gaat komen. Mooi man. En wat vind je zelf van de buurt? Wat ik van de buurt Zevenkamp vind. Zevenkamp is groot. Tenminste, niet heel groot. Het is geen city of zo. Maar ik denk dat de mensen die hier wonen het echt als een city beschouwen. Als een city beschouwen. Yeah. En dat is op zich een mooi iets. Hetzelfde als een beetje Schiemond. Schiemond is ook hartstikke klein. Yeah. Maar het wordt als een city Het wordt beschouwd. Echt, Ik denk dat dat iets moois is als je dat zeg maar samen op de kaart kan zetten. De mensen die zeg maar in de buurt wonen. En daarvoor dat hij nog heel veel kinderen aan het voetballen krijgt. Goedemiddag, uitstekend. Ja, zeker. Ik kwam even gedag zeggen. Super jongens, ja. Gaat lekker werken. Het ruikt lekker hier, hè? Ja, we doen ons best. Goed, zeker. Jij ruikt toch ook lekker? Ja, dat sowieso. Wat betekent straatvoetbal voor jou eigenlijk? In mijn tijd werd eigenlijk straatvoetbal wel zeg maar zodanig erin gewreven dat je eigenlijk wel moest. Zoals we nu erbij lopen met een bal onder de arm, dat was eigenlijk het kenmerk van straatvoetbal in mijn tijd. Rondom mijn 14e, 15e, 16e. Ik was dan dagelijks met Levi Marengo, dat is een neef van mij. Ja. Die was ook zeg maar toch wel een van de grondleggers op straatvoetbal. Die had zeg maar bepaalde snelle voetjes en kon bepaalde trucs eerder dan een ander. Denk je dat er nu verschil is zeg maar tussen straatvoetbal toen jij zeg maar jong was en als je nu kijkt naar de tijd van nu? Bedoel je dan verschil tussen technische vaardigheid? Of ja, in het belang van straatvoetbal zeg maar. Dus Vroeger was het, nu wordt er veel meer gedaan zeg maar op organisatiegebied inderdaad. Maar vroeger was het bij ons gewoon mond op mond. Ja, we hadden geen WhatsApp. Ja? Nee. En we hadden wel mobieltjes, maar we hadden geen WhatsApp. Dat je zeg maar een groepsapp kon maken en gewoon iedereen erin kon gooien en dan kon zeggen van hey, vanavond wordt er gevoetbald bij de Mullenpier of daar of daar of daar. Het was gewoon meer zo van hey, vanavond 7 uur Delfshaven en ja. Je ging daar gewoon op af. En dan zag je wel of daar de mensen waren. We zijn aangekomen op deze pleintje, maar fucking met deze pleintje man, Royster man. Fucking met deze. Ja, hier worden honden uitgelaten en zo. Oh, broer, als je, die dagoes komen gewoon hoor. De shootout challenge, Royster. Challenge nummer 2. Je hebt 10 pogingen, we doen allebei 5 om 5. En wie de meeste scoort, die wint. Panna is niks. Dus ik ben heel erg benieuwd of je mij ook voorbij gaat spelen, man. Komt goed, bro. Oké, laat maar zien. Dit zijn mijn spelletjes. Steenpapier, schaar. Eind, zwaai. Eind. Dus ik moet naar jou passen als eerste. Nee, ja toch. We'll be right back.
jonge leeftijd ben je doorgebroken en op je 20ste maakte je een transfer naar Real Madrid. Hoe voelde je je toen? Hoe ging dat? We hadden natuurlijk net het EK achter de rug. Daar word je golden boy van het toernooi. Dus je weet al een klein beetje wat er op je af gaat komen. Ondanks je natuurlijk niet weet wat het allemaal met je gaat doen. Je hoort natuurlijk wel de geruchten. Je hoort het een en ander voorbij komen. Maar zolang het nog niet zo dichtbij is als je eigenlijk verwacht. Zijn die kriebels ook nog niet op de juiste plek. Nou ja, daarna hoor je van je zaakwaarnemer dat er interesse is van die club. En wel, wat de club zeg maar te bieden hebben of wat ze eventueel hebben aangeboden. Uiteindelijk na een week kwam ik tot de conclusie dat ik wel graag naar Real Madrid wou. Om het feit dat ja, mijn stiefvader was altijd groot fan van die club. En dus dat was dus gewoon, stond gewoon vast. Het enige wat nog moest gebeuren was de onderhandeling tussen Feyenoord en Real. Man, want hoe kijk je nu eigenlijk terug op jouw carrière? Ja, ik denk dat ik zeker niet ontevreden mag zijn. Ik bedoel van, als je gaat kijken dat iedereen zo'n beetje zijn eigen eigenschap heeft. Je hebt gewoon tegen Ronaldinho gebalie, man. Klopt. Je weet toch, kijk, ik heb ook tegen Ronaldinho gevoetbald, maar anders, gewoon in een zaaltje, je weet toch? Okay. Maar jij hebt gewoon op het veld, broer. Voor het echt is. Je hebt voor 45.000 man, volle stadion. Weet je wat ik me echt afvraag, zeg maar? Toen je de allereerste keer je kwam in die stadion, broer. Wat deed je? Ja, toen je zag jouw eigen naam op die stoel, Royston Drenthe. Nee, de allereerste keer dat ik in het stadion kwam, was mijn naam er nog niet. Ik was verlegen, omdat toen kregen we de presentatie in het stadion. Yeah. Dus dan laten we zeggen dat er een kwart van het stadion zit, dus vol voor jou. Moest je toen ook hoog houden? Ja, toch een beetje hoog houden, een beetje bal in de tribune schieten. Ja man, je hebt veel op straat gevoetbald, ik ook. Maar kan je de kinderen nog een boodschap geven in het belang van straatvoetbal? Ja, ik denk dat ouders voornamelijk hun kindjes wel moeten laten doen waar ze zeg maar, het zelfs prettig. En zelf het prettigst bij voetballen. Weet je wat het ook is? Het is vrij moeilijk om zeg maar, het straatvoetballen naar voren te brengen bij zeg maar, de kindertjes uit de andere buurt. Om het feit dat straatvoetbal best een ruig woord. Snap je? Heel veel mensen associëren het al meteen met... Met straat, hè? Met criminaliteit. Ja. Om het feit dat ze denken dat straat echt te maken heeft met de straat, begrijp je? En omdat je zeg maar, geen professional in de straatvoetbal kan worden, stimuleren heel veel ouders het ook minder. Ik zeg wel tegen de ouders van... Laat die jongens zeker een beetje straatvoetballen. Laat ze zeker extra lessen nemen op bepaalde vaardigheden. Dan zijn ze sneller rijp. En dan kunnen ze sneller mee met de grote jongens. Ja man, sterk man. We zijn aangekomen bij de tweede challenge en dat is de shootout challenge. Easy man. Ja, we zijn aangekomen bij de derde challenge en dat is de Dizzy Crossbar Challenge. Easy man. Hij heeft mijn brokkel gemaakt, hij heeft me laten zien wat snelheid is en wat rendement is. Ja? Like en subscribe mijn YouTube kanaal Easyman TV. Heb je nog wat te zeggen? Opa is moe. Ja? Ja, Royston, zoals je ziet, we zijn hier op het plein en we hebben heel veel challenges gedaan. Maar we hebben nog een hele grote verrassing en Royston, aan jou de eer, man. Ja, dat klopt helemaal. Ik vind het zelf ook hartstikke spannend. Ik bedoel van... Als je zulke mooie dingen kan neerzetten, is alleen maar mooi voor iedereen. Ik ga samen met Panna Knockout en Daily Events ga ik een toptoernooi organiseren hier in de Ambachtsland. Je kan 3-3 voetballen, 1-1. Er zijn diverse games vanuit de FIFA-organisatie. Dus be there.